Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Keteldag nummer 2. Weer aan een zonnige koffie. Guys, time for breakfast. Ik ga een eitje bakken. En klaar. Simpel maar lekker. Oh, ik heb mijn omeletje op. Ik voel het niet zo lekker. Ik hou niet zo van kip in mijn omelet. Maar ja, goed, het is dus wel gezond. Goeie tweede dag. Ik heb net lekker gedoucht, even mijn haren gewassen. Ik ga dus zo naar Dina. Ik ga eindelijk mijn haar weer doen. Ik heb jullie al gezegd dat ik na de zomer gewoon mijn haar wil verven. Ik wil weer even lekker koper kleurtje erin gooien. En ja, ik was ook echt aan toe. Want ik had vorige keer alleen maar uitgroei gedaan en de rest van mijn haar niet. En door de zon was het echt zo blond geworden. En ik hou daar gewoon echt niet van. Dus yes, ik heb er echt zin in. Vandaag weer even een make-up look. Woe! Creëren met deze Iconic Lip Gloss. En deze Natural Blush van MAC. Want ik vind het echt zo mooi. Zo, ik heb me inmiddels klaargemaakt. En even omgekleed ook. Oh, kijk hoe mooi deze lipgloss is. Niet normaal. Het enige vervelende aan deze lipgloss vind ik dat het een beetje naar munt smaakt. En ik hou daar niet van in mijn lipgloss. Ik wil het gewoon dat het een beetje fris en fruitig is. Dus het enige nadeel, maar gewoon de kleur is gewoon perfect. En kijk, de blush waar ik het over had, echt super natural. Ik heb vandaag even gekozen voor een comfy outfit. Lekker gewoon een champion truitje. En daaronder heb ik gewoon een legging. Zodat ik daar gewoon lekker chill kan zitten. Ik heb dus net een pakketje gekregen. Ik heb een week terug heb ik nieuwe schoenen besteld bij de Mango. En echt, ze waren binnen no time uitverkocht. Vooral de witte editie van die wou ik eigenlijk. Maar die was gewoon echt uitverkocht. En deze waren er nog. Dus ik heb ze besteld. Ik ben er echt heel happy mee. En ik ben echt happy met de nieuwe trend qua schoenen dit seizoen. Want het heeft een aardige plateauzool. En dan krijg ik ook wat meer lengte. Dus ik ben er echt blij mee. Ik leg jullie even hier neer. Dan pak ik even het pakketje. Van de Mango, zoals ik al zei. Dit is limited edition. Staat er ook op. En deze is alleen online verkrijgbaar. Nu nog tenminste. Maar ik ben heel blij dat ik hem heb gescoord. Dit is de schoen. Kijk, één keer die plateauzool. Niet normaal. Ik heb het al gepast. Hij is iets aan de strakke kant bij mijn enkel. Maar ik heb daar nog heel veel vocht. Ik ben nu natuurlijk bezig met keto. Binnen een maand gaat het echt slinken bij mij. Dus ik ga hem gewoon houden. Ik ben er echt heel happy mee. Ik denk wel dat je ze echt wel goed moet gaan uitlopen. Want ze zijn echt wel aan de strakke kant. Dus als je een brede voet hebt. Ik weet niet of het een ideale schoen is. Ik heb gelukkig geen brede voeten. Maar ik hou alleen vocht vast. Maar ja goed, ik ben er heel happy mee. Dus mocht je nieuwe schoenen zoeken. Ik heb maar even besloten om voor een zwarte spijkerbroek hierboven te gaan. Want ik vond het net iets mooier staan. Met legging was het echt niet zo. Ik ben hier echt happy mee. Even goed uitlopen nu. Ik ben dus even net naar de supermarkt gegaan. Om even een beetje healthy dingen te kopen. Zodat ik niet ga cheaten als ik weg ben. Want normaal gesproken blijf ik best wel lang bij de kapper. En dan krijg ik altijd heel erg veel trek. En in de buurt weet ik wel dat ze zo'n shawarma tentje hebben en zo'n snackbar. En ik dacht, nee, laat ik echt niet gebeuren. Dus ik heb een paar dingetjes gehaald. Ik ga je het even laten zien. Trouwens, ik kwam net echt een heel lieve vrouw tegen ons appartementencomplex. Dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gehad. Maar ze herkende mij dus. Oh, de belichting is een beetje. Ze herkende mij dus. En ze zei tegen mij, we zaten, want we stonden samen in de lift. Ze zei tegen mij van, mag ik wat zeggen? Ik vind jouw vlogs echt heel leuk. Dat vond ik echt heel erg leuk om te horen. Oh ja, ik wil jullie nog even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb dus garnalen gehaald voor bij deze salade. En hierin zit gewoon letterlijk sla, komkommer, tomaat en kool. En dan heb je dressing bij, maar die gaan we skippen. Of echt minimaal erin. Oh, er zit ook ei bij, super handig. En dan heb ik deze garnaaltjes erbij. En dan heb ik een maaltijdsalade en dan heb ik lekker water. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Je moet het gewoon niet moeilijk maken. Als je niet weet wat je wilt eten of wat je kunt eten, eet gewoon sla, komkommer, tomaat, ei. En doe er een stuk eiwit bij. Doe er vlees bij, kip bij, vis bij. Maar skip even de peulvruchten. Tenminste, als je keto aan het doen bent. Als je gewoon koolhydraatarm eet of wat dan ook, dan mag je wel een beetje peulvruchten. Maar bij keto mag dat niet. Dus gewoon even een stukje vis en dan groente of sla ernaast. Je bent klaar. Oh god, guys. Ik ben bij Dina. Ze heeft een nieuwe kat. Kijk één keer hoe lief. Oh mijn god. Schattig, hè? Oh guys, ik ben weer met Dina. Ik heb je gemist. Ik ook. Dus ik kom binnen en ze vertelt gelijk dat ze een nieuwe kat heeft. Ja. Echt zo schattig. Ze heeft hem gisteren uit het ziekenhuis gebracht. Omdat hij in de nacht niks had. Ze is helemaal moeder geworden.
Catmom. Echt een catmom. Nu ben ik nog meer verliefd op jou. Want echt? Je houdt van katten, dat wist ik niet. Nee, ik wist dat echt niet. Ik hou van katten. Ik kijk echt verbaasd hoe ze dat zijn. Maar ja, goed, we gaan aan de slag met mijn haar. Ja, wat gaan we doen? Mijn uitgroei. En ik wil weer dat koperkleurtje. Ja, dat dacht ik al. Oké. Yes. Oh mijn god, ik ben klaar. Kijk hoe rood. Oh, ik mag geen rood zeggen van Dina. Kijk hoe koper ik ben. Oh, ik vind het zo'n mooi kleurtje. Ik ben er zo happy. De zon komt nu van deze kant en dan zie je die kleur echt zo goed opeens. I love it. I love it. I love it. Happy me. Waarom gaat dat stomme ding niet open? Kijk hoe braaf ik ben, guys. Ik heb hier gewoon koekjes en alles. En ik heb ze niet aangeraakt. Ik ben dus net thuis. Allemaal dozen hiernaast voor mijn laatste bestellingen. Maar ik heb dus nog steeds niet fatsoenlijk gegeten. Ik heb hier letterlijk de salade met de garnalen nog. Dat ga ik nu even eten. Daarna moet ik even editen. En ik heb vanavond even afgesproken met Hom. Na een lange tijd. Maar ik wil wel even lekker eten voordat ik naartoe ga. Anders ga ik echt met zo'n hongerige gevoel ernaartoe. Dan ga ik waarschijnlijk buiten heel veel eten. Maar dat wil ik niet. Ik ga gewoon lekker die salade eten. En dan mezelf een beetje klaarmaken. Zo, ik heb mij inmiddels een beetje klaargemaakt. Even een glossje opgedaan. Oh, ik vind dit echt zo'n geweldige kleur. Ik denk dat heel veel mensen het absoluut niet mooi gaan vinden. Want ik heb net een Insta-story geplaatst. Toen kreeg ik al gelijk de eerste belediging van... Je ziet er veel ouder uit. Maar ik vind het gewoon mooi. Ik vind het echt oprecht. Het is echt gewoon mijn kleur. I love it. Ik heb wel gelijk dat ik echt veel meer make-up nodig heb. Want het maakt me wel bleek. Dat is wel zo. Mijn video is ook aan het uploaden. Verwerking voltooid. Oh, hij staat er al op. 7:50. Iets eerder zelfs. Maar wat ik wil zeggen is dat we dit keer voor nog meer rood zijn gegaan. Normaal gesproken is het iets minder rood. Maar dit keer zijn we voor nog roder gegaan. Omdat het rode, die gaat er na een paar keer wassen al best wel snel uit. Het blijft er gewoon niet zo lang in. Dus daarom durf ik het ook wel wat meer. Want het is een spoeling. En mijn uitgroei verf ik echt, maar bleek ik niet. Dus ik verf het alleen vanwege mijn grijze haartjes. Ik heb er niet heel veel, maar het begon bij 2. En nu heb ik er inmiddels iets van 6. Ik heb echt het gevoel alsof ik gewoon de hele dag gewoon ben auto aan het filmen ben. Maar ik ga dus eerst even deze auto schoonmaken met de tank. Tanken en dan rijd ik even door naar Hon. Oh, ik ruik trouwens echt heel zoet. Ik heb zo'n vanillegeurtje op. Het ruikt echt sterk, maar ik vind het heel lekker, want het is van het zachte vanille. Want ik heb een paar parfums die naar vanille ruiken. Met van die heel sterke en van die zachte vanillegeurtjes. En die heb ik nu op en dat vind ik al zo lekker. Volgens mij ben ik echt de hele tijd aan het filmen terwijl ik aan het rijden ben. Volgens mij heb ik echt een hele vlog, alleen maar in de auto, sorry daarvoor. Even kijken, ik ga nu even naar Hon. Ik heb even getankt en de auto met je schoongemaakt. Was vol met troep en allemaal wat ik hier had gegeten. En dan rijd ik even door naar Hon. Ik weet nog niet wat we gaan doen. Waarschijnlijk gaan we even iets drinken of iets eten samen. En that's it eigenlijk. Nou jongens, inmiddels volgens mij veel later. Ik ben met Hon. En Marcel. Ja, hij staat er ook op. Wij gaan even samen naar Leerdam. Echt gewoon last minute even gepland naar Leerdam gaan. Alsof het even om de hoek is, hè. Maar ja. Gezellige avond. Gezellige avond. Gezellige avond. Lekker naar de familie van Hon. Yes. Nou, dat is het. Doei. Hey. Hier. Zo guys, ik ben weer thuis. Het is echt super laat. Ik heb het echt heel laat gemaakt. Het was wel echt gezellig. Ik had eigenlijk de hele tijd trek daar. Maar ik heb gewoon wel echt gewoon eigenlijk niks gegeten. Ik heb niks gegeten daar. Dus ik denk dat ik even zo'n klein slaatje ga maken ofzo, want ik heb echt heel lang niks gegeten behalve die salade. Even kijken wat we hier hebben en dan ga ik het even maken. Even mijn pyjama aan. Die nachtjurkjes die ik dus eerst aandeed, die kan ik dus nu echt absoluut niet meer aan, want het is echt veel te koud geworden in de avond. Dus ik ga weer even gewoon een normale pyjama aan doen. Oh mijn god, ik heb heerlijk gedoucht en mijn gezicht even gewassen. Ik ga het even insmeren. Nu echt een droge huid namelijk. Nesme heeft net een smoothie voor zichzelf gemaakt. Ik ga salade maken en dan gaan we daarna gewoon even rustig gaan naar bed. Even heel goed water drinken. Mijn huid is heel geïrriteerd door iets. Oh my god. Ik heb trouwens weer gewoon mijn normale pyjama aan. Lekker lange mouwen. Veel fijner, want het is echt best wel frisjes geworden.
Maar ik ga hier ook even de vlog gelijk afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei!